Dag dames en heren. Na een wisselvallig weekend wordt het allemaal wel iets beter. Een mooie zonsopkomst vanmorgen op veel plaatsen in het land. Maar geleidelijk ontstaan er toch ook weer stapelwolken die lokaal uit kunnen groeien tot een enkele bui. Soms dreigende luchten en met name in het zuiden van het land zal dat vandaag en ook morgen het geval zijn. Op de satelliet zien we een paar felle witte vlekken boven onze omgeving. Dat zijn nog een paar buien. Maar ook brede opklaringen en daar zullen we de komende dagen ook mee te maken houden. Wisselend bewolkt, dus, en uit die wolkenvelden kan af en toe nog een bui vallen. Met name in de zuidelijke provincies. Het zuiden van Limburg was vrij nat vanmorgen. Maar ook verspreid over het midden en noorden van het land vallen nog wel een paar lichte buitjes. Al is dat zeker niet zo actief meer als de afgelopen dagen. Het zuiden blijft vandaag dus met name gevoelig voor een enkele bui. Elders is het overwegend droog met geregeld ruimte voor de zon en temperaturen niet al te hoog voor de tijd van het jaar. Het wordt ongeveer 20 graden, daar waar een graad of 24 normaal is voor begin augustus. En er staat een tamelijk frisse wind uit een noord- tot noordwestelijke richting. Vanavond en vannacht is het ook aan de koude kant. Met name in het noordoosten van het land kan het flink afkoelen, temperaturen tussen de 7 en 10 graden. Daar kan ook mist ontstaan en dat geldt ook voor het midden van het land tijdens brede opklaringen. Wat verder naar het zuiden overheerst de bewolking en in Limburg kan nog steeds een enkele bui vallen. Daar wordt het niet veel kouder dan de graad of 11. Ook morgen is het aan de frisse kant met maximaal 20 graden, misschien 21 in het oosten van het land. Opnieuw kan daar een enkele bui vallen, de grootste kans op neerslag in het zuiden en midden van Limburg. Verder overwegend droog en dus geregeld ruimte voor de zon. Een duidelijk verschil met vandaag is dat er veel minder wind staat, hooguitkracht 1 tot 3 uit een noord tot noordoostelijke richting. Het zal dus wel wat aangenamer aanvoelen. Dat geldt ook voor de dagen daarna, maar de buien keren wel weer terug. Op woensdag zal het op de meeste plaatsen nog droog zijn met een graad of 21, maar de dagen daarna krijgen we toch weer te maken met een paar stevige buien. Wel wordt het ietsje warmer op Zaterdag lokaal 24 graden in het binnenland, maar het blijft dus wel wisselvallig en ook daarna zit echt stabiel zomerweer er voorlopig niet in. Ik wens u een mooie dag.